U krijgt zometeen een slagwerk van de grootste allure voorgeschoteld. Het is eigenlijk een slagwerkspektakel. Dit slagwerkspektakel is speciaal op verzoek van de Harmonie St. Cecilia geschreven door Etienne Houben. Het stuk heet Suestriatus en de naam is in feite een synthese van Suestram, de historische naam van Susteren, Trias, het Latijnse woord voor drie, in dit geval refereren naar drie heiligen, en Sanctus, het Latijnse woord voor heilig. Samengevat, de drie heiligen van Susteren die in het verre verleden Susteren maakten naar wat het toen was. Het stuk is onderverdeeld in drie delen, waarin je zowel de historie als het hele spel in tegenkomt. Deel 1 geeft u Willibrordus met de kerstening. Deel 2 Amorberga met de herrijzenis van het klooster. En in deel 3 krijgt u Zwentibold en de ruiterlegende. Maak u maar vast warm, het wordt een heel spektakel. De dirigent voor dit stuk is de instructeur van Harmonie St. Cecilia, Paul Geurts.